dikke 3000 euro. Zoveel heeft een actie van leerlingen van het Ichthus College uit Kampen zaterdagmiddag opgebracht. Het geld is bedoeld als bijdrage aan de nationale Serious Request actie van 3FM. Drie DJ's van de popzender sluiten zich een week lang op in een glazen huis om geld in te zamelen om malaria te bestrijden. Op het Van Heusplein in Kampen wordt er niemand opgesloten. Integendeel, er is feest met muziek, verkoop van allerlei spulletjes en een springkussen voor de kleintjes. Het evenement is georganiseerd door 70 leerlingen van het Ichthus College in samenwerking met Stichting Jongerenwerk en de Vrijwilligerscentrale. Wij hebben al heel veel opgehaald en om het uur wordt er telkens opgeroepen hoeveel geld er is opgehaald. En het gaat gewoon heel goed en het is gezellig. Ook lokale radiozender IJsselmond is aanwezig. Zij draaien verzoekplaatjes voor het goede doel. Het geluid en de techniek op het Van Heusplein worden voor een groot deel geregeld door de leerlingen zelf. Aan het eind van de middag wordt het officiële eindbedrag bekendgemaakt. 3.058 euro en 23 cent. Volgende week vertrekt een groepje leerlingen van het Ichthus College naar Groningen om het geld zelf te overhandigen aan de DJ's in het glazen huis.